voor dik schoof. Als een beoogd premier moreel niet kan, maar hij wel zijn vervanger uit mag kiezen, dan minimaliseert hij zijn verliezen met een vervanger uit zijn achterban. Geen kamerlid geeft zich zomaar gewonnen. Rancune inspireert politici tot indirecte macht en strategie. Door middel van welwillende pionnen. Zo staat er nu een nieuw beoogd premier, Naar eigen zeggen, boven de partijen. Zal hij, jeugdige ouderling, gedijen... Bij ach en wee, En zelden recht door zee, Bij bijeleed en zoekgeraakt dossier? Is hij een van die vluchtige lakeien... Of gruwt hij nu al van een politiek, verstikt door pro- en contra-dynamiek?